zijn volledig wat dat betreft gereguleerd. Dus dat is gewoon hartstikke mooi. We zijn in het begin gestart met, nou, toen waren we maar een paar providers. Hè. Toen was KPN, had nog geen glasvezelboot. Toen waren we met een paar providers. En toen was het gewoon, je kreeg dan de verbinding, je kreeg de internetverbinding, je kreeg telefonie, je kreeg televisie en dat was het wel zo'n beetje. Dan later is er digitale televisie bijgekomen en als je nu kijkt op de kabel, wat, er zitten een heleboel providers op en je hebt concurrentie. In het begin hadden we alleen, wat ik zei, standaarddiensten. Nu heb je providers, die hebben een set-topbox erbij voor digitale televisie. Die hebben een HD-pakket wat je in jaar gratis krijgt. Die hebben een router wat erbij zit. Er zit een monteur weer die bij je thuis komt, alles aansluiten, alles afregelt, noem maar op. Dus je ziet die concurrentie op je kabel komen. Vroeger had je ook telefonie, was alleen KPN die dat deed. Toen kwamen die andere providers erbij uit die eerste 1600 nummers, nu is dat allemaal wat makkelijker. Die tarieven zag je naar beneden gaan. Nou, dat zie je nu ook een beetje met glasvezel. Dus wat dat betreft is er keus. Dat maakt het aan de ene kant wat moeilijker natuurlijk om de keus te bepalen, maar het zijn allemaal goede partijen. Aan de andere kant heb je concurrentie. Dus dat betekent betere prijzen, meer aanbiedingen. Ze moeten wel, want ze zijn elkaars concurrenten. Ja, en nu zag ik een vraag voorbij komen. Hè? Ja. Toen zag ik net een vraag voorbij komen van wat is nu eigenlijk het verschil tussen de kabel en glasvezel? En er is een brief gevallen hier zo van UPC waarin staat van ja, jullie hebben allemaal glasvezel en er hoeft helemaal niks over. En blijf maar lekker zitten waar je zit en ga maar lekker slapen. Wij maken het over u. Als iemand die er zijn in politiek volgens mij. Maar er zit wel degelijk verschil in. De internet of de providers zeg maar, die op de netwerken zitten, die hebben een apparatuur staan in Amsterdam. Daar heb je een aantal gebouwen, daar, hebben ze, daar gaan ze de netwerken op. Dus in Amsterdam gaan ze de glasvezelnetwerken op, naar alle netwerken in Nederland, dus ook UPC en ook Ziggo en noem maar op, alle partijen, TL2. Gaan ze een heel stuk met glasvezel, wat natuurlijk razendsnel is, gaan ze naar al die plaatsen toe. Dus dan heb je eigenlijk een 12 baan snelweg. Race je naar een enorme snelheid van het licht, race je naar die plaatsen toe. Alleen het laatste stukje, ja, dat is dan weer koper. Dus dan houdt het in feite weer op. En dan is dat coax. Dus daar houdt het op. Dus dan ga je in feite weer over naar een zandwerkje, zoals we dat noemen. Want die snelheid die zakt helemaal in elkaar. Als je nu kijkt naar die trechter, ja, je kunt er aan de bovenkant natuurlijk bakken met kabels ingooien, of bakken met water, of weet ik veel wat. Maar die bepaalt. Die bepaalt wat er doorkomt. En dan kun je natuurlijk de mooiste verhalen over zeggen. En wij zeggen van, ja, wij hebben al glasvezel. Alleen het laatste stukje hebben ze niet. En dat is de onderkant van de trechter. Dat bepaalt het. Je kunt natuurlijk razendsnel zijn in het eerste stukje. Maar het laatste stukje bepaalt of je wint, ja of nee. Bepaalt je snelheid, bepaalt je ja, de bandbreedte en dat soort dingen. Nu doe ik even een andere pet op. Ga ik even op de pet van de providers. We hebben in de presentatie gezet, wat bieden de providers? Nou, zoals ze hier aanwezig zijn, analoge televisie, 39 zenders, is het grootste pakket in Nederland analoog. Digitale televisie, 70 zenders. Niet alle providers bieden digitale of analoge televisie aan. Kijk daar even naar. Internet, 30, 50 megabit, ophalen en versturen. Dus symmetrische verbinding. Dus je verstuurt het net zo snel als dat je het ophaalt. Uiteraard telefonie, met behoud van nummer. En het begint al vanaf €16,50. Dus als je zegt van ik neem alleen analoge televisie, kan dat. We hebben een pakketje analoge televisie met telefonie. En natuurlijk ook alleen internet en dat soort zaken allemaal, die zijn er ook allemaal. Maar het begint bij €16,50. Dus dat is op zich al goedkoper dan wat u nu betaalt. U betaalt bij UPC iets meer. Dubbeltjes weer. Natuurlijk zit er een lokale dienst op. Radio, televisie, Gelderland, er zit er nog een heel snel op, TVO's, noem maar op. Eredivisie Live zit erop, de Volkskrant zit erop, internettoepassing, je kunt de krant lezen via televisie. Huis zit erop, voor de mensen die op huis zitten, kun je met je afstandsbediening, zoals een gsm-toestel, kun je inloggen en kun je met je vrienden praten via televisie. Als je dan een webcammetje erop zet, kun je ook nog elkaar zien. Met glasvezel kan het dan op een hele hoge kwaliteit, televisiekwaliteit. De kerk staat erbij. Nou, kerktelevisie kan natuurlijk ook. Je kunt camera's ophangen in de kerk en die kun je gewoon via een snelle internetverbinding, omdat je dan die snelle upload hebt, dat versturen,
kun je dat naar een televisieplatform sturen en dan heb je het online staan en kun je de kerkdienst thuis meebeleven of naar die tijd wel even kijken. Dat is een hele mooie toepassing. In Deventer hebben we een kerk, of in Rijssen ook, we hebben ook heel veel kerken. Nou, in een aantal kerken hebben we camera's neergehangen en dan de kosten die regelt dat helemaal met een mengpaneeltje voor het geluid en voor het beeld en dan draait hij wat met de camera's en zoiets. Nou, dan staat het allemaal op de harde schijf en dan stuurt hij dat via een internetverbinding en dan staat er beeld op televisie en kun je gewoon thuis kijken. Maar voor mensen die slechte been zijn is dat natuurlijk een prachtige mooie oplossing. En zo kunnen we veel meer dingen bedenken, want je kunt je eigen televisiestudio beginnen. Als je zegt van ik zet een aantal filmpjes op een server en ik maak er een mooi dingetje omheen dat je kunt klikken, dat je er doorheen kunt stappen. Ja, voor de jongelui is het hartstikke interessant, het is hartstikke mooi. We hebben een ontwerptool zitten op ons televisieplatform en kun je eigen layout maken en kun je zelf bepalen wie er mag kijken en iets allemaal. Dat is een hartstikke mooie toepassing. Zorgtoepassing, ja, dat is ook zo'n item. De zorg wordt onbetaalbaar, of is onbetaalbaar. Ja. Ieder jaar gaat er weer 10-15% komt er overheen. Ja, nou, de verzekeraars zijn nu bijna zover dat ze zeggen van, nou, we moeten toch maar eens even kijken of dat niet anders kan. En dat betekent eigenlijk zorg op afstand. Dus via een glasvezelverbinding heb je eigenlijk een televisieverbinding op de beste kwaliteit. HD-kwaliteit, high definition, je hebt analoge televisie, digitaal en HD, dat is high definition. En dan heb je de volgende is er ook alweer. Maar dat is heel scherp, dus dan kun je op HD-kwaliteit met elkaar communiceren. Nou, zullen we zeggen, wat heb je eraan? Nou, als je dat grootschalig doet, dus je hebt bijvoorbeeld één zusterpost zitten, of mensen met kennis, heb je centraal in het land zitten. En die kunnen direct inschatten wat voor zorg toegepast moet worden. De mensen moeten steeds langer thuis blijven wonen. En op het moment dat je omvalt, dat er wat gebeurt, kun je op zo'n drukknop drukken. En wordt er dan een zichtverbinding opgebouwd met een camera. Wordt een directe verbinding opgebouwd naar een zorginstelling of naar een zusterpost. Maar waar die zusterpost staat, dat maakt niet uit. Dat zou wel in Amerika kunnen zijn. Of weet ik veel wat. De mensen kunnen gelijk inschatten van, die kunnen gelijk communiceren van wat is er aan de hand? Heeft hij pijn? Ja, goed, dan kun je zo inschatten. En in het groot schijnt dat vele miljoenen te schelen per jaar. Dus dat is een hele interessante toepassing. Want je wilt toch wel thuis blijven wonen, voor zolang als het kan. Bejaardenhuizen zitten ook grotendeels vol. Dus in Beltrum gaan we starten met vraagbundeling. Nou, wat wil dat zeggen? Wij willen het netwerk bouwen, maar het netwerk bouwen is een enorme investering. Dus wij zeggen van, wij zijn met Edwin in gesprek gekomen en nog een paar mensen zijn in gesprek gekomen. Wij willen wel bouwen hier zo, maar dan willen we wel een deelname hebben over het netwerk. Want anders is het voor ons totaal niet interessant. Want we moeten zien dat we al die diensten hier krijgen. En dan moet natuurlijk, het is een gigantische investering. Qua dat miljoenen wat je in de grond stopt. Dus wij hebben gezegd, wij willen wel aanleggen, maar dan moet er 50% deelname zijn. Dus dat betekent 50% mensen die daadwerkelijk een dienst afnemen, die zich inschrijven bij een provider. Dus één van de vier. Dus u maakt daadwerkelijk een keus. Wordt er 50% gehaald, dan gaan we bouwen. Dat is eind dit jaar denk ik wel klaar. Wordt het niet gehaald, dan worden alle inschrijvingen vernietigd en dan gaan we gewoon door naar de volgende plaats. Maar 50% is gewoon, dat moet gewoon binnenkomen voordat wij kunnen gaan starten met de bouw. De inschrijvingsperiode is vanaf nu. Je kunt ze nu inschrijven. Ik kan me voorstellen dat u zegt van ja, doe eerst maar wat informatie. Er is allerlei informatie, je kunt het rustig meenemen. Bij het behalen van de bouw, 50% gaan we starten in november. Nou, ik denk dat wij dit jaar dan klaar zijn. En er is een verenigingsactie, die is net al genoemd. Een aantal verenigingen doen mee en die krijgen ook nog een bepaalde vergoeding per abonnement. Dus die krijgen ook nog 10 euro per inschrijving. Dat is wel leuk voor de vereniging. Dat heeft iedereen er wat aan. Als u zit met een abonnement bij een partij waar u nog langer dan een jaar aan vast zit. Normaal, het is wettelijk zo geregeld dat u voor een jaar een abonnement vast zit en dat per maand opzegbaar. Maar het kan zijn dat u bepaalde cadeautjes kreeg bij een pakket. En dan kan het wel zo zijn dat u daar 2 jaar aan vast zit. Als het een jaar is, is het over het algemeen geen probleem. 2 jaar moet u even kijken, moet het contract even bekijken. Maar wij hebben iets dat is uitgesteld inschrijven, dus dat betekent op het moment dat het kastje geplaatst is, dus dan zitten we eind dit jaar, dan heeft u nog een half jaar de tijd, dus tot volgend jaar juni, om de diensten te laten activeren.
Dus dat doen wij om te voorkomen dat er met dubbele kosten komt te zitten. Wij willen dus absoluut niet dat mensen met dubbele kosten komen te zitten. Gaat ook niet gebeuren. Wij hebben al formulieren hier liggen. Op het moment dat wij hier zitten en activeren, dan krijgt u post van de providers. Die gaan u vertellen wanneer de diensten over kunnen. Dat is samen met u doorgenomen, is met u afgesproken. Dan hebben wij alle formulieren hier liggen om u te helpen met opzetten. Dus we hebben van UPC, spullen liggen, KPN, noem maar op. Van alle partijen, Tele2's. Dus wij komen rustig naar ons toe en we gaan u helpen. We willen absoluut ervoor zorgen dat het goed gaat. Het mag niet mis. Informatiepunt. Nou, net als even doorgekregen. Elke woensdagavond, nu. Dus tijdens de vraagbundeling, dus tijdens het halen van die 50%. Iedere woensdagavond in het dorpshuis, de Beltrum, kunt u terecht. Het is vandaag maandag, nou, de woensdag. Volgende week woensdag. Of volgende week? Vanaf volgende week woensdag. Vanaf 7 uur kunt u daar terecht voor informatie en kunt u zich inschrijven of hulp bij inschrijven of dat soort zaken allemaal. De EP voor 7 in Groenlo kunt u terecht. Bij Decicom in Lochem en Beltrum. Hofstede Electro, er zijn alle partijen ermee, Café en Cafetij, Duten. En hier zo, Speelman. Nou, de koffie is goed hier. Dus die doen allemaal mee, dus daar kunt u terecht voor informatie, voor inschrijven en dat soort dingen allemaal. Dus ik kan haast niet meer zacht op zeggen. Hè? Nou, samenvattend, glasvezel is de toekomst, staat buiten kijken. Het glasvezel heeft u keus. En dat lijkt hartstikke mooi. Voor jonge lui is dat over het algemeen hartstikke mooi. Maar voor oudere mensen is dat wat lastig. Ik heb er zo wat moeten mee. Je hebt keuze. Dus je moet even goed naast elkaar zetten hoe dat dan precies zit. Wat de pakketten zijn. Wat de ene biedt, wat de andere niet biedt. Dus daar moet even rustig voor gaan zitten. En daar is natuurlijk Edwin voor om dat te begeleiden. Dus heeft u daar vragen over? Ga gewoon om iedere woensdag haalt daar naartoe en laat u voorlichten. Wij hebben er geen doel bij om u iets door de stot te houden waar u niets aan heeft. Dus er is keus. Aan de ene kant geweldig, aan de andere kant is het lastig. Als u nu meedoet, die 50%, dan zijn er geen kosten. Wij leggen het netwerk aan en wij sluiten de mensen aan die een abonnement hebben genomen. De mensen die geen abonnement nemen, daar gaan wij vanuit dat die niet willen. Wij nemen die kabel wel mee. Want als we de hoofdgul helemaal open moeten graven, dat kost natuurlijk verschrikkelijk veel geld. Dus wij nemen die kabel wel mee, maar die leggen we op een bosje op de erfgrens. Dus we nemen de kabel mee. Maar we brengen hem niet naar binnen, we schieten hem niet onder de tuin door. Als je dat later wilt, ik kijk bij de buurman en zeg, nou, dat vind ik toch wel mooi, ik wil het internet toch wel snel. Doe mij ook maar. Als wij weg zijn, of op het moment dat wij klaar zijn, dan zijn er kosten aan verbonden. Service om de hoek, wat ik aangaf, op het moment dat we gaan activeren, zijn wij hier gewoon. We zijn er om u te helpen met het overstappen. Het mag gewoon niet mis. Ja, en dit is tot slot. Deze mevrouw zegt, we rijden ook niet meer met de stoomtrein. Je moet gewoon met je tijd meegaan.